Je hebt er lang op moeten wachten, maar daar is hij dan eindelijk. De NK-titel op de halve afstand. Hoe voelt dat? Nou, hartstikke blij. Ik wist dat het zou kunnen vandaag. Maar dan moest alles een beetje goed vallen en dan moest ik nergens risico's nemen. Zo met zwemmen zat ik goed. En de groep werd constant aangezet, rustig aangezet. Dus na een tijdje dacht ik, ik ga mijn eigen tempo en probeer met het lopen zoveel mogelijk goed te maken. Ik wist dat er iets van kaarten werd uitgedeeld en wie of wat had ik geen idee in. Uiteindelijk ging het lopen goed en ja, dan kan je je voorsprong houden en dan win je. Dus dat is... We hadden het er in Nieuwkoop al over het vinden van de gouden balans tussen en snel fietsen en hard lopen. De Nieuwkoop leek je die al te hebben gevonden, vandaag weer. Is dit, weet je hoe het nu moet? Vandaag heb ik met fietsen wat rustiger gedaan om meer op het lopen te focussen. Ik wist dat als zou je hier willen winnen, dan is het lopen het belangrijkste en dat alles draait om het lopen. En je komt toch niet weg met de sterke andere fietsers. Dus je moet je eigen race rijden en focussen echt op het lopen bij dit. En dat ging nu goed, gelukkig. Je hebt een pittig seizoen, tot nu toe al aardig wat wedstrijden gedaan. Ben je tevreden met hoe al je voorbereidingen waren voor deze wedstrijd? Jawel. Het was risicovol om veel wedstrijden te doen. En dan 2 weken echt rust te nemen en dan deze wedstrijd. Maar het pakt er nu goed uit. En hierna echt een week helemaal rust. En dan gaan we richting de volgende wedstrijden rustig weer opbouwen. Dus, al enig idee welke dat wordt? Almere wil ik gaan doen, de hele. Dus dat gaan we wel zien. En daartussen heb ik nog geen idee. Ga ik nog even rustig plannen en kijken wat past. Lekker van genieten, dankjewel.